We beginnen de week van FC Utrecht met het laatste thuisduel tegen Heracles. Weer Assara. Nu dan is hier de kans voor Utrecht. En de treffer van Cedric van der Gun is daar. En een strafschop toegekend. Omdat Moulenga daar vastgehouden zou zijn. En dan komt er ook nog rood. Moulenga. Assare Duplan. Assare. En 3-0. Torenstra mag de derde maken. Zijn vijfde van dit seizoen. Utrecht wint met 3-0 en eindigt het seizoen als vijfde. Eindelijk beginnen de play-offs waar Utrecht het opneemt tegen Heerenveen. Je weet van tevoren dat je geplaatst bent. Je moet toch de wedstrijden spelen en zo goed mogelijk voor de dag komen. Dat hebben we fantastisch gedaan, denk ik. Dan is het wel fijn om de wedstrijden waar je een fantastische seizoen geweldig mee kan maken. Daar kijk je dan wel naar. Waar ook naar werd uitgekeken is de onthulling van het borstbeeld van David Di Tommaso. De verdediger heeft een plaatsje op de Bunnikszijde gekregen en kijkt vanaf nu elke thuiswedstrijd mee met het publiek. Ook nam een aantal spelers afscheid van Utrecht. Zo vertrekt Edouard Duplan na 3 seizoenen. De aanvaller wist in het shirt van Utrecht 16 doelpunten te maken. Ja, ook heel mooi. Gewoon, met pijn in mijn hart moet ik, zat ik weggaan. Maar ik heb echt 3 hele mooie jaren hier gehad. Dus, een prachtig afscheid. Anouar Kali gaat na 8 seizoenen Utrecht weg. Het jeugdexponent scoorde 2 keer in het eerste van de club. Jan Buitens nam afscheid van het publiek. Hij kwam 4 seizoenen in actie en stond bijna altijd in de basis. In totaal vond Jan Buitens 6 keer het vijandelijke doel. Ja, hier kan ik echt van genieten. Ja, precies hoe ik hier overtrek op een goede manier. En, nu zie je pas dat ze me appreciëren. Dat is zoveel deugd. Ja, een mooi einde. Wie ook afscheid nam was reservedoelman Erik Cummings. FC Utrecht wenst alle spelers veel succes in hun verdere loopbaan. En last but not least, Ton de Kruik neemt ook afscheid van FC Utrecht. De spelersbegeleider werkt in totaal 4 jaar vol passie voor de club. Ton, bedankt. Na alle tranen van het afscheid was het ook tijd voor een prijs. Die van de David Di Tommaso trofee voor de beste speler van het seizoen. En de winnaar is... Van de Hoorn! Die voor Robin Ruiter en Jens Toornstra eindigde. Later in de uitzending komen we hier natuurlijk uitgebreid op terug. Goed opgelet, allemaal op het puntje van je stoel gaan zitten, want nu komt de uitreiking van de grote FC Utrecht Loterij. Tennissen met Robin en Jens. Nummer 373. De tattoo. Haha. Heb jij tattoos? Ik heb geen tattoo. Gaat die er ooit komen? Misschien later als ik een kleintje heb of zo. Ah, kijk. Hey. Lot nummer 2210. Karten met Erik Cummins, Anouar Kali en Bob Schepers. Wie gaat de karten met jou, Bob? Dat is lot nummer 1339. Wij gaan nog even door. We gaan al die prijzen trekken van de Utrecht Loterij. Ontzettend bedankt voor het kopen van die loten. En we hopen echt dat je geluk hebt gehad. Wij hebben er geluk mee gehad dat u een loodje kocht. Bedankt namens FC Utrecht. En ze kunnen nog kijken, Bob. Ja, als jullie willen weten of je hebt gewonnen, ga dan naar fcutrecht.nl/grote loterij om te kijken wat je gewonnen hebt.